Nou dames, ik moet jullie helaas mededelen dat we het moeilijk hebben. De baas is waarschijnlijk weer van niets een tragedie aan het maken. Hier, kijk maar eens naar deze cijfers. Ja, meneer Hunter? Wauw. Bratz poppen en LOL poppen hebben ons voor de tweede maand op rij ingehaald in de verkoop. Jacqueline, heb jij een idee? Ja, ik weet wat we moeten doen. We zouden een exclusieve, dure pop moeten maken. Wat? De planeet lijdt al onder onze fabricage. Om haar te redden van vervuiling moeten we poppen maken van gerecycled plastic. Onzin. Wie heeft zulke poppen nodig? Maar onze planeet is in gevaar. Je hebt het mis. Hou op. Ik weet een oplossing voor jullie geschil. En het is briljant. Jullie gaan allebei naar het Troom College. Degene van jullie die daar populairder wordt, krijgt het recht om haar pop te fabriceren. Wauw. En ik dan? Natuurlijk, Lucy. Veel succes. Dus, wie zal er winnen? Een blutte Barbie of een rijke? Terug naar de universiteit. Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit nog eens terug zou moeten komen. Ik wil niet alles opnieuw meemaken wat ik daar heb moeten doorstaan. Hallo, Carol. Hallo, lieverd. Knuffels? Geweldig. Ik was niet echt populair onder leeftijdsgenoten. Hallo, Greenpeace. Hey. Voorzichtig, alsjeblieft. Je had je gezicht moeten zien. Hoe vaak moet ik nog zeggen, niet over de natte vloer lopen? Mama? Waarom sta jij daar? Mijn lievelingsliedje. Denk je echt dat je een kans maakt? Ik heb geen andere keus. Het is het proberen waard. Er is hier bijna niets veranderd. Carol? Hallo, mijn liefste. Ook hallo aan jou. Fijn. Boe, kom eens met iets nieuws. Het werkt altijd. Au, ze zijn prachtig. Hahaha, oh, daar gaan we. Hebbes. Hoe vaak moet ik dit nog zeggen? De gewassen vloer is heilig. Ik denk dat ik dit kan. Ik kan winnen. Wel, je kunt niet tegen het lot vechten. Je zult wiskunde nodig hebben in je leven. Wat is er met je gebeurd? Ik ben in orde. Hallo. Dit is Lucy, onze nieuwe leerlinge. Ga zitten. Dank u, meneer Green. Haha, hebben de wasberen je aangevallen? Trouwens, dit is van jou. Je hebt gelijk. Ja, het lijkt erop dat het niet gemakkelijk zal zijn. We hebben weer een nieuweling. Maak kennis met Jacqueline Baker. Ze is cool. Die arm is hier ook. Je kunt plaatsnemen naast Lucy. Oh, nee. Sorry, meneer Green, maar ik vind deze plek mooier. Maar dit is mijn plaats. En nu? Ik ben toch een professor. Wacht eens even. Hoeveel? Wel, professoren moeten ook goed eten. Schrijf, laat je niet afleiden. Ik dacht dat het niet erger kon worden. Haha, 1 punt voor mij. Goedemiddag. Ik wil graag wat groenten, alsjeblieft. En geef me die ook maar. Wat gebeurt daar allemaal? Wie wil er Barbie make-up krijgen? Welkom in onze mini VIP salon. Ik kan een echte pop van je maken in slechts 10 minuten. De rijke Jacqueline is klaar om op welke manier dan ook aan populariteit te winnen. Ik zal zeker verliezen. Nou, wees niet van streek. Iedereen heeft ups en downs. Ja, maar ik heb tot nu toe alleen maar downs. Er is geen manier waarop ik haar kan verslaan. Wat moet ik dan doen? Wacht even. Ik heb een idee. Leun achterover en maak je klaar voor de beste make-up van je leven. Wees gerust, je zult eruit zien als een miljoen. Maar dat heeft natuurlijk wel een prijs. Wat? Moeten we hiervoor betalen? Hoeveel? Nee, ik doe het niet. Je moet niet weigeren. Hoe zit het met jou, meneer? Nee, dank je. Ik ben al knap. Maar ik ben de beste stylist in deze stad. Wie heeft dure stylisten nodig als de natuur ons bijna alles gratis geeft? Het lijkt erop dat de arme Lucy niet zo gemakkelijk opgeeft. Ik kijk niet te vergeefs naar natuurlijke make-up tutorials op YouTube. Gedaan!
Ik vind het er prachtig uitzien. Vind je dat ook? Het ziet er prachtig uit. Oké, blijf daar niet zitten. Je kunt beter mijn Barbie make-up doen. Zoals deze, begrepen? Wat de klant wilt, krijgt de klant. Dus, wat denk je ervan? Ik vind het prachtig. Anthony, je bent echt de beste. Hier, je verdient het. Wauw, ik werk graag voor haar. Graag gedaan, Jacqueline. Wat is er? Ik zie niets. Ik zie niets en ik kan niet bij het bord. Je bent er nog. Er is één universele methode. Het is geld. Wauw, geld. Vang het. En wat hebben we daar? Een eerste plaats Barbie worden? Nog een kans om aan te slaan op de universiteit. Mijn Barbie is cooler. Dat is niet waar. Wat is dat nou weer? Plastic vervuilt de natuur. Ik heb nieuwe pareloorbellen gekocht. Oh, ik bel je wel terug. Uw bestelling. Dank je wel. Ik kan de gouden jingles horen. Oh, ze is prachtig. Kijk eens naar mijn wedstrijdpop. Kijk, daar zijn gouden pop-it en poptubes. Jacqueline, ze is zo mooi. Oh, is dat zo? Ik moet iets doen. Ik heb het. Dat is mijn rietje. Nu is het van mij. En dat zal van pas komen. Wat is ze aan het doen? Je zult het wel zien. Dit is mijn Eco Barbie. Ze is niet alleen mooi, maar ook heel goedkoop. Hahaha. Dat zul je wel zien. Niemand zal je pop mooi vinden. Dat zullen we nog wel eens nagaan. Mijn Barbie is een milieuactiviste. Dit is een heel ander ding. Maar de mijne is nog steeds cooler. Dat is duidelijk. Alles is hier zo mooi. Je vrouw zou je het willen passen. Het zal je goed staan. Het is zo mooi. Ik zou het met plezier passen. Ik zei toch dat je het zou passen. Ja, ik vind het zeker mooi. En deze kleur is gewoon perfect. Dat is het ook. Ik neem het. Geweldig, daar zul je geen spijt van krijgen. Een geluksdag. Wauw, dit is het soort diamanten halsketting dat ik wilde. Geweldige keuze. Ik neem het. Het gaat bergopwaarts. En die flamingoveren. Ze zijn geweldig. Deze boa is voor jou gemaakt. Dank je wel. En deze schoenen ook. Jacqueline kan haar passie voor dure dingen gewoon niet weerstaan. Hoe krijgen we meer verkoop? Ik begrijp het niet. Wat is er aan de hand met ons budget? Nee, nee, nee. Dit is heel erg. Val niet, mijn lieveling. Of stijg beter terug op. Oh, handelsgeesten, hoor mij aan. Niets werkt. Ik neem ook je jasje mee. Dat winkel is duidelijk een succes. Ik ben rijk. Ik ben bijna failliet. Zo is het genoeg. Ik moet dringend iets doen. Dames en heren, welkom bij onze wedstrijd. Vandaag zullen we uitvinden welke Barbie de beste is. We zullen zien, we zullen zien. Onze eerste deelnemster is Jacqueline. Ik weet dat de overwinning voor mij zal zijn. Onze onafhankelijke jury staat klaar om deze superdure pop te beoordelen. Jullie zijn welkom. Dankjewel, Anthony. Oh, ze is prachtig. Wat denk jij, Phil? Hoeveel geld zal het kosten om zo'n pop te maken? Wacht, dat is nog niet alles. En dit is een leuke bonus. Mijn budget. Dank je, Jacqueline. Ontmoet Lucy. Interessant. Leuk, leuk. Lucy besloot haar eco-pop op de meest milieuvriendelijke manier te presenteren. Nu vragen we onze lieve juryleden om deze pop te bekijken. Dankjewel, Anthony. Wel, laten we eens kijken. Ik denk dat het een schoenendoos is. Nogal origineel. Eco-activistische pop, niet slecht. Wat denk je ervan, collega? Eco-Barbie. Maar zal ze winstgevend zijn?
Het is tijd om een beslissing te nemen. Meneer Hunter! Ik kan het niet geloven. Daar is het hoofd van het Barbie-bedrijf onder ons. Laat hem dus de winnaar bepalen. Wat een eer. Zeg hallo tegen meneer Hunter. Hallo allemaal. Jacqueline, waar ben je? Mijn gouden kaart. Daar hebben we het later nog wel over. Ha! Ik ga hem winnen. Dit is te spannend. Wie zal de winnaar zijn? Welke pop zal meneer Hunter kiezen? Wat een moeilijke keuze. Ik weet het. De winnaar moet door jullie gekozen worden. Laat ons in de reacties hieronder weten welke pop je het mooiste vond. Het hangt van de uitslag van je stem af welke pop ik in productie zal nemen.